De vierde stelling. In het buitengebied van Breda mogen geen extra woningen worden gebouwd. Met name in de dorpen in Breda is er veel vraag naar nieuwe woningen. Dat kan echter ten koste gaan van het groen in het buitengebied. Beter is om de ruimte te benutten die er binnen de bebouwde kom is, want daar is nog veel ruimte in Breda. Dus wel of geen extra woningen in het buitengebied van Breda. Wijnald Nijs die gaat het debat leiden met CDA, D66 en Volkspartij Breda. Inderdaad, en namens het CDA Bob Bergkamp, welkom. Namens D66 Tim van het Hof, welkom. En namens de Volkspartij Breda, Jamal El-Khadouri, welkom. Om te beginnen met Bob Bergkamp, CDA, graag uw eerste reactie. Ja, ik ben blij met deze stelling, want ik kan er heel duidelijk over zijn. Het CDA vindt het van groot belang dat de dorpen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. We zijn trots op onze dorpen, op de gemeenschappen die daar sterk zijn. Dat betekent dat ook jonge mensen in die dorpen moeten kunnen blijven wonen op een betaalbare manier, maar ook ouderen. Er zijn voldoende initiatieven, ook met het collectief particulier opdrachtgeverschap. Dus wat ons betreft, en dat is absoluut geen tegenstelling, kunnen de dorpen zich ontwikkelen en blijven we zuinig op het buitengebied. Hartstikke mooi, dankjewel. Tim van het Hof, namens D66, graag uw eerste reactie hierop. Kijk, Breda is een stad waar je goed kan wonen in het groen. En als je kijkt naar de woningmarkt, dan zit daar druk op. Hè? Mensen hebben moeite om een woning te zoeken. En dat is niet alleen in het dorp, dat is ook in de stad. En als het, wat D66 wil, is dat we extra gaan bouwen. En we geven erbij de voorkeur om inderdaad de plekken binnen de huidige bebouwing, om die eerst in te vullen, voordat we eventueel aan de randen van een dorp gaan bouwen. Maar wat als we daar gaan bouwen? Absoluut niet in het groen. Helder standpunt. Namens de Volkspartij Breda, Jamal El-Khadouri. Eerste reactie op deze stelling. Zolang er nog een wachtrij staat, een wachtlijst is, dat mensen 5 jaar of langer wachten op een sociale woning, vinden wij dat zeker ook gekeken moet kijken om ook te bouwen buiten het gebied. Maar ook heel bewust, als we gaan bouwen, dat we bewust gaan bouwen. Dus ecologisch duurzaam bouwen is heel relevant. Dank u wel. Bob Bergkamp, wat u betreft mag er aan de randen van de dorpen gebouwd worden. Hoeveel woningen hebben we het dan over? Prinsenbeek en Bavel, mag er dan 10, 100, 1000 woningen in de weilanden gebouwd worden? Ja, laat de behoefte dat vooral bepalen. Hè? Maar dat goedkoop bouwen, huur, maar ook koop. Ik denk als je een plan maakt, zeker naar Ulvenhout en Bavel en Teteringen, en Prinsenbeek. Hè? Maar Teteringen is natuurlijk best wel aan de beurt geweest met de ontwikkeling daar. Maar juist die 3 andere dorpen, daar is zoveel initiatief. Ook kleinschalig, hè? Jongelui die samen iets willen opzetten, goedkoop. Dus ik denk als je met een paar honderd woningen de komende tijd, als je die reserveert voor de ontwikkeling aan de dorpen. En we gaan echt niet midden in het Ulvenhoutse bos een nieuwe wijk neerzetten. Maar aan de tegenstelling is er niet, maar aan de randen kan er genoeg. En daarnaast is er voldoende ontwikkelruimte om ook in Breda zelf door te gaan. Dus het is geen tegenstelling. Maar ik vind wel dat de dorpen de afgelopen jaren echt zijn achtergesteld als het gaat om aandacht op het gebied van wonen. Helder verhaal. Dus daar hebben we wat te doen. Tim van het Hof. Ik ben het er absoluut niet mee eens. Want het is niet een alleenrecht van de dorpen dat daar een nood op de woningmarkt is. Vrienden van mij, afgelopen weekend nog gesproken, die gewoon een huis aan het zoeken zijn, zich helemaal suf zoeken. 2 jaar lang een van de 80 kijkers zijn. En met nog genoeg plek binnen de stad waar we kunnen bouwen. Daar moeten we op focussen. En ja, hè, bijvoorbeeld bij Nieuw-Wolfslaar, CPO-project, mooi dichten tegen Bavel aan en tussen Breda. Fantastisch, moeten we doen. Maar laten we nou alsjeblieft niet allemaal buiten die randen gaan bouwen. Wat u betreft, waar het niet noodzakelijk is. Geen woningen in de weilanden rondom de dorpen. Nee. Geen woningen in de weilanden rondom de dorpen. Niet in de natuur. En volgens mij, en dan kijk ik ook mijn collega van het CDA aan, of hij bereid is om op agrarisch grondgebied te gaan bouwen. Ja, want dat hoor ik hem wel zeggen. De weilanden, daar kunnen we gaan bouwen. Ja, maar dat is bespreekbaar. Daar waar er zijn steeds, als we ook agrariërs een nieuwe ontwikkeling geven elders, waar ze zich wel kunnen ontwikkelen, dat is een kwestie van ruimtelijke ordening. En dat is dus met elkaar een plan maken. En het is niet of-of, het is en-en. Maar nogmaals, we gaan helemaal niet echt midden in een ecologische hoogstructuur gaan we natuurlijk bouwen. Er is genoeg te doen aan de randen van de dorpen. Jamal El-Khadouri, zou gebouwd mogen worden wat u betreft aan de randen van de dorpen? Dat heb ik net ook al gezegd. Zeker bouwen, want het is ook nodig. We moeten ook zeker ook gaan kijken naar leegstaand op dit moment in de stad. Dat we daar ook gewoon gebruik van kunnen gaan maken. Er zijn nog steeds genoeg mogelijkheden
en nog plekken waar we kunnen bouwen in de stad zelf, hè, binnen de gemeente. Dus als we gaan kijken naar de natuur, het is deel van de Breda's karakter. Hè. Ik bedoel, van als je rond gaat fietsen hier, dat is toch een van de mooiste dingen dat je hier kan vinden in Breda. Maar het verhaal is natuurlijk dat de mensen in Prinsenbeek en Bavel en Tetering en Ulfhout, dat die niet in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Is dat erg dan, dat niet kan? Ja, ik vind dat, het CDA vindt dat heel erg. Hè. Wij koesteren de cultuur, de samenhang, de initiatieven, de verenigingen. Die dorpen zijn juist het voorbeeld voor heel veel anderen. Ook als het gaat om ouderen. Het zorgen voor elkaar. Als er ergens voor elkaar gezorgd wordt, is het in de dorpen. Geef dan ook ruimte voor een kleinschalige ontwikkeling, waar bijvoorbeeld 4-5 gezinnen een CPO-project willen ontwikkelen. En nogmaals, dat gaan we niet meer in het bos doen. Dat doen we aan de rand. En als het nodig is, in die ontwikkelingen, komt ook vaak een mooie tuin terug. De openbare ruimte wordt aangepakt. Dus ik denk dat het uiteindelijk ook de kwaliteit van de omgeving verbetert. Is dit een probleem wat Breda alleen moet oplossen? Of ligt er ook een taak voor de randgemeente? Nou, wat deze sessie betreft is de woningmarkt regionaal. He, dus je moet ook regionaal zorgen dat mensen die, als ze zich willen vestigen in Breda en omgeving, dat daar voldoende plek is. Neemt niet weg dat de druk op de woningmarkt in Breda nu gewoon heel hoog is. Er zijn heel veel mensen die in Breda willen wonen. We hebben nog heel veel plek waar we kunnen wonen. He, denk aan het havenkwartier wat we kunnen gaan ontwikkelen. Ja. He, denk aan het CSM-terrein, de Faam, de Hero. He, zomaar even een aantal terreinen die we op kunnen noemen. En daar moeten we gaan bouwen. Daar moeten we echt zorgen dat we stedelijke kwaliteit mixen met groen. En dat wil deze sessie de komende periode doen. Ja. Oké, helder. Jamal El-Khadouri. Ja, een van de ideeën dat vanuit de Volkspartij ook komt, en dat is dus het punt van dat wonen zeer belangrijk is en dat we ook moeten gaan bouwen. Maar wel is het zo dat het groene gedeelte van Breda moet ook behouden worden. Dus eventueel dat we bij elke woning, ik geef maar een voorbeeld, misschien vinden jullie dat ook een leuk idee, dat we daarmee aan de slag gaan. En dus bijvoorbeeld een boom gaan planten voor elke woning. Een boom voor elke woning. Inmiddels aan mijn linkerzijde Peter Vissers, Breda 97 voor de wildcard. Ja, want hij heeft een wildcard ingezet, dus Peter, vertel het maar. Ja. Ik heb net mijn collega's al heel veel horen zeggen over bouwen. Breda 97 staat voor bouwen, ook voor senioren en jongeren in het eigen dorp, in de eigen wijk, waar je opgegroeid bent, waar je oud wil worden, waar je wil blijven. Breda 97 heeft dan ook in zijn programma opgenomen om eigenlijk, net zoals heel vaak in programma's opgenomen is, sociale woningbouw, ook 10% CPO op te nemen voortaan bij iedere ontwikkeling. En wij zijn heel erg benieuwd of wij daar deze partijen in kunnen vinden. Hoe kijkt de Volkspartij, D66 en het CDA tegen dat soort uitgangspunten? CDA, Bob Bergkamp. Nou, pas hebben een aantal jongelui ingesproken in de gemeenteraad. Een initiatief vanuit het collectief particulier opdrachtgeverschap, daar waar het CPO voor staat. En die hebben kenbaar gemaakt dat iedereen het er wel over heeft, maar dat er veel te weinig gebeurt als het gaat om hulp en steun. Dus even los van die 10%, dat vind ik allemaal prima, gaat mij veel meer om de ondersteunende functie vanuit het stadskantoor. Laten we zorgen dat we die initiatieven die er zijn, dat we die maximaal faciliteren. Al dan niet met wat posities in het grondbedrijf. Laten we ze meehelpen, meedenken. Dan komen die mooie CPO-initiatieven echt tot ontwikkeling. En dat vind ik belangrijk als CDA. Ja. De CPO, maar dat is misschien maar voor een kleine groep weggelegd. Volgens mij heeft D66 ook in het programma staan om in het uiterste geval zelf maar ontwikkeling op gang te brengen. Is dat aan de orde? Nee. Als het CPO-verhaal betreft, ja, daar geven we ruimte voor. En ja, dat moeten we stimuleren. We doen dat bijvoorbeeld bij de Wisselaar. Is dat een oplossing voor het probleem, het nijpende woningtekort? Nou ja, je ziet dat mensen gewoon steeds meer zelf invulling willen geven aan hoe wordt mijn huis gebouwd en hoe wordt dat ingericht. En dat kan je met CPO doen. En wat we bij de Wisselaar doen, en dat u zegt van het is misschien niet voor iedereen weggelegd, is juist wel voor iedereen weggelegd. Want wat nu bijvoorbeeld bij de Wisselaar gebeurt, is dat er huizen worden gebouwd, hè, sociale koopwoningen noemen we dat. En die zijn ook bereikbaar voor mensen die wat minder te besteden hebben. Zodat ze wel een eigen woning kunnen kopen en een eigen vermogen op kunnen bouwen. Mooi initiatief. Een paar jaar geleden. Dank u wel, alle lijsttrekkers. Einde van deze stelling. We gaan over naar de volgende. Oké. Ja, bedankt. Yeah.